We've all heard the increasingly used trendy term, the Internet of Things, and how game-changing it's going to be as we extend sensors, miniature sensors, into everyday objects. Everyday objects will start to give us real-time feedback, and the world essentially will come alive. This is the Internet of Things. But what if we evolved the term a little further? What if instead of the Internet of Things, we enter the realm of the intelligence of things? The intelligence of things is where the Internet of Things meets artificial intelligence, because the future of artificial intelligence is senseless unless we extend it into the world of everyday objects. This idea that as we impregnate intelligence into the world of physical things that we inhabit, the world essentially will come alive. This real-time feedback, this interface that will become enlivened with intelligence will essentially create, will birth a world that will increasingly talk back to us. Now, how this will change human subjectivity, how this will change the human condition, the space of mind in which we dwell, is in the following way. Increasingly, we'll dovetail our minds to the world, right? And as the world starts talking back, the distinction between self and world will start to disappear. The external space, the external world, will increasingly start to feel like an extension of our mind, like an extension of our agency, which will bleed over into a world of predictability, a world that will know what we want before we want it, a world of serendipity, a world in which you look for something, you find something else, and you realize that what you found was more conducive to your needs than what you thought you were looking for. We're talking about a world optimized for human creativity and human enterprise, a world that is responsive, a world that is alive, a world that is intelligent. As I imagine, so it becomes, and this is the very essence of magic. Now, you're pumping all this data, you're pumping all this AI into sensors, into the world of everyday objects, and again, you birth a world, the intelligence of things. The mind will have fully turned itself inside out. We will be inhabiting the condensation of human imagination. The nodes in our brain, the neurons, will have spilled out into the world. We will cloak the planet in mind and data. This, my friends, is a singularity of mind and meaning. When everything becomes linked with everything else, matter becomes mind. This is the intelligence of things. The trend is crystal clear. We've entered an era in which computer systems have become self-learning through the increase of computing power, better algorithms, and the fast-growing quantities of available data. Smart systems learn from data, from themselves, and from other systems. The qualitative growth spurt is massive. Please share your vision on the future with us. Keynote speaker and trend watcher, Jarno Duursma. Yeah. Leuk man om hier te zijn. Ik wist dat niet, hè, van dat filmpje hier die hier voorspeelde. Kan iemand reproduceren wat die meneer zei over intelligent machine, connected devices? Ik vond een heel goed filmpje, behalve die 0,2 seconden waar iemand met zo'n Google Glass dan swiped. Toen was ik wel exit. Nee, zonder gekkigheid. Ik ga iets vertellen over kunstmatige intelligentie. Algorithms in, humans out. Ik ga iets vertellen over hoe kunstmatig intelligente systemen steeds meer taken van ons overnemen. Hoe ze steeds dichter in de buurt komen van wie wij zijn en wat wij kunnen. Hoe ze marketeers gaan helpen. Wat kunstmatige intelligentie wel kan, wat kunstmatige intelligentie niet kan, wat wordt gedacht dat dat soort systemen kunnen, et cetera, et cetera. En uiteindelijk zullen we zien dat we steeds meer overlaten aan kunstmatig intelligente systemen. Ik heb er ook heel veel voorbeelden bij, want dat vinden we prettig. Tenminste, vind ik zelf altijd prettig. Goed. Mijn naam is Jarno Duursma. Ik ben spreker, trendwatcher en auteur. Ik heb een paar boeken geschreven. De laatste twee zie je hier. 2,5 jaar geleden een boek over Bitcoin blockchain.
Afgelopen oktober had ik een boek in de winkel over kunstmatige intelligentie, De Digitale Butler, kansen en bedreigingen van kunstmatige intelligentie. Dus dat is wat ik doe. Mijn bedrijf heet Studio Overmorgen. En dat is wat ik doe, gezondheid. Ik kijk naar overmorgen. Of is dat het systeem? Of is het een glitch in de matrix? There's no spoon. Weet je dat nog wel? There's no spoon. Of ben ik het zelf? Zit in de frequentie. Oké. Mijn bedrijf heet Studio Overmorgen, omdat ik heel graag kijk naar overmorgen. En dat ga ik vandaag ook doen. Dus ik kijk in mijn lezing vandaag naar overmorgen. Dus wat gebeurt er? Wat zijn de trends die er toe doen? En als we kijken naar kunstmatige intelligentie, dus technologie heeft ons altijd sterker gemaakt en sneller. Nu is technologie wat ons slimmer gaat maken. En dat is interessant, maar tegelijkertijd natuurlijk ook een beetje bedreigend, omdat er voor het eerst iets op deze wereld komt wat onze cognitie benadert. En het is altijd narrow domain, het is altijd op een heel nauw spoor. Maar we zien dat deze technologie, kunstmatige intelligentie, ons gaat evenaren of voorbijstreven op hele kleine spoortjes. Klik. En wat we ook zien is dat kunstmatige intelligentie een onzichtbaar krachtenveld is. Dus heel veel van wat er nu is, denk maar aan je navigatie, spamfilter, dat soort dingen allemaal, recommendation, Netflix, allemaal kunstmatige intelligentie, het is allemaal onder de motorkap, we zien het niet. Het is een invisible force. En ik heb niet voor niets deze twee naast elkaar gezet, omdat ik er ook niet, ik denk dat het allemaal heel positief uitpakt, maar ik weet het niet zeker. En omdat het wordt opgenomen, zeg ik erbij, ik weet het niet zeker. Kunstmatige intelligentie. Dus steeds meer menselijke vaardigheden worden overgenomen door dit soort systemen. Kijken, luisteren, redeneren, spraak naar tekst, tekst en spraak, lezen, scenario, planning. En zelfs worden dit soort systemen steeds beter in bepalen hoe wij ons voelen. Die systemen worden daar steeds slimmer in en die genereren daarmee data waar jullie vervolgens iets mee kunnen doen. De vraag is of je het moet willen. Maar het gebeurt wel. Dus ik ga nu iets vertellen over wat er dan gebeurt. En jullie mogen zelf bepalen, goh, wat ga ik daar dan mee doen? Oké. Machine learning, dus zelflerende machines. Even heel simpel gezegd, je stopt er een heleboel data in van iets. En daar komt dan iets uit. En als je iets nieuws erin stopt, dan heeft die machine heeft iets geleerd. Dus heel bekend voorbeeld, 100.000 foto's van een poes, 100.000 foto's van een hond. En dan doe je 100.001 en dan denkt hij, oh ja, weet je, dit is poes of hond, zo. Supervised learning zijn op dit moment de beste resultaten. Je hebt nog een andere stromingen, die ga ik niet behandelen, doet er niet zoveel toe. Als je maar het concept snapt, zeg maar, met heel veel data en dat systeem leert in die lagen van het neurale netwerk, wat dat dan ongeveer is, dan kun je daar heel veel mee. Mijn klikker is overigens niet foutloos, dus ik moet af en toe even... Oké, dus wat kunnen we zien? Hele concrete voorbeelden in het herkennen van een moedervlek, weet je wel. Dus je voedt zo'n systeem met heel veel foto's van een moedervlek. En of dat goed is of fout, zeg maar. Of dat kankerige is de ja of de nee, of mogelijk, zeg maar. Dus dat leer je aan zo'n systeem. Nagelschimmel is precies hetzelfde. Heel veel en wat zie je dan? Is dat dit soort systemen beter worden in het diagnostiseren van dat soort zaken dan de menselijke medisch specialist. Nou, hippie de piep, hoera, de wereld is een stukje beter, want dit laten we voortaan over aan dit soort kunstmatig intelligente systemen. En alles wat dus aan ons fysieke lijf zich afspeelt en waar de dokter nu naar moet kijken, over een paar jaar heb je een app en dan maak je daar een foto van of een filmpje en dan zegt dat systeem met zoveel kanswaarschijnlijkheid is dit wel of niet geen kanker of whatever. Of je maakt een selfie van jezelf en dan zegt je smartphone, hey, op basis van hoe noem je dat ook alweer, van je... een netvlies van de druk die op je netvlies, hè, je retina, wat is het Nederlandse woord? Pupil. Dat is het goede woord. Ik lees heel veel in het Engels, dus dan moet ik even... dus of je krijgt... Zo'n systeem kan getraind worden op basis van heel veel voorbeelden, wel gelabeld wel of niet, en uiteindelijk herkent het systeem iets. En als we kijken naar al die vaardigheden die worden overgenomen, dan is taal is natuurlijk vanzelfsprekend, daar is nou eenmaal heel veel data van. Klik.
Digital Genius. Wie kent het bedrijf? Even handen omhoog. Digital Genius, één iemand. Is een bedrijf uit San Francisco. Ik was daar vorig jaar op bezoek. Wat zij doen is zij loggen klantgesprekken. En zij zijn ooit gestart als een recommendation company voor klantenservice medewerkers. Dus KLM gebruikt het. Hè? Dus daar zit zo'n klantenservice medewerker die is aan het werk. En die krijgt vervolgens een suggestie te zien wat het beste antwoord is om te geven op basis van wat de klant typt. He, dus het enige wat de klantenservice medewerker hoeft te doen is aantikken en vervolgens swipe dat erin. Een medewerker doet er nog een leuk grapje bij of een knipoogje en die kan de deur uit. En toen ik daar vorig jaar was, toen vroeg ik aan die directeur van hey, maar hoe lang duurt het dan voordat het systeem geautomatiseerd wordt? He? Voordat dat chatsysteem via social of via de website, dat het echt geautomatiseerd kan worden. Zei, nou dat duurt ongeveer nog een jaar. Maar 6 maanden later was het persbericht de deur uit. KLM automatiseert een gedeelte van de customer service op basis van chat. Dus een gedeelte van die chats die nu nog worden gedaan door mensen worden langzamerhand steeds meer overgenomen door dit soort slimme machines. In het begin alleen nog de frequently asked questions, maar dat zal steeds meer opschuiven. Travelbird gebruikt onder andere deze technologie ook. En als we nog een stukje verder kijken in de toekomst. Dit is het heden, maar als we dat doorvertalen naar de toekomst. Dus dit is een systeem van Alibaba, hè, Chinese internetreus. En die heeft een test gedaan met van Stanford University. In een test met begrijpend lezen. Oké. Dus een computer is beter in het begrijpend lezen dan wij mensen. Weliswaar in een scope van 500 Wikipedia-artikelen, hè, dus heel afgebakend. Maar bijvoorbeeld de vraag, how does rain occur, wordt beter beantwoord door een machine dan door een mens. Begrijpend lezen. Dus dit soort systemen snappen ook steeds meer van taal. Of hoe ze iets kunnen. Je hebt nu ook Google Talk to Books. Hè? Dat kun je een vraag stellen aan Google Talk to Books. Dan geeft hij een antwoord en dan stelt hij een boek voor waar dan die informatie uitkomt. Dus systemen zijn steeds meer in staat om taal te begrijpen. Maar ook computer vision. Hè? Dus technologie krijgt ogen om te zien. Hier zit ook bij. Dus hier zie je een kunstmatig intelligent systeem. De wereld om ons heen klassificeren en kwantificeren. He, dus dit is trouwens open source technology. He, dus dit is gewoon beschikbaar voor iedereen wereldwijd. Waarbij een systeem en de interactie tussen mensen en de wereld om ons heen is heel veel middels visie met wat we zien. Dus stel nou dat je technologie maakt die je kunt met een Arduino board en een camera binnen geen $100 kwijt. Kun je deze technologie kun je ergens neerzetten en die klassificeert en kwantificeert de wereld om ons heen. Dus als technologie ogen krijgt om te zien 24 uur per dag, 7 dagen per week, en dat wordt steeds meer foutloos, dan ligt daar natuurlijk wel veel opportunity om te kijken, goh, maar wat doen mensen dan eigenlijk? Of hoeveel van dit, of hoeveel van dat? Dit is iPoly. En die houden zich bezig met kwantificeren en klassificeren van de wereld om ons heen. Hier zie je iemand die pakt iets. Nou, customer 1, customer 2. Wat ze doen, picking up, standing, eating, standing, scratching his head, picking up, opening bottle. Dus zie je dat, technologie krijgt ogen om te zien. En overal waar men dan met de fysieke wereld te maken heeft, kun je nu redelijk gemakkelijk de wereld om je heen laten kwantificeren en kwalificeren. Even heel plat gezegd, de eigenaar van deze winkel waar die camera hangt, die weet precies aan het eind van de maand hoeveel mensen in de winkel er een flesje hebben geopend, hoe lang ze uiteindelijk naar een product hebben staan te kijken. En dat is natuurlijk ook de kracht van die Amazon Go, hè? Die winkel waar je geen cashier hebt, waar je gewoon iets pakt, in je mandje legt en weer weggaat. Dus dat ze precies weten wat je daar doet. Ik was in Google X, hè, de innovatieafdeling van Google, vorig jaar. En daar deden ze een experiment met LiDAR. En we kennen LiDAR technology van de zelfrijdende auto. Hè? Dus dit brengt de wereld om ons heen in kaart. En toen ik daar was in die hal van Google X, toen waren ze bezig met een experiment om te kijken middels LiDAR technology. Wat doen mensen dan? Waar lopen ze dan? Hoe lang, waar kijken ze naar? Etcetera. En er zijn nu heel veel experimenten om dit in winkelcentra op te hangen, zodat
zodat de winkeleigenaren precies kunnen zien waar lopen die mensen dan, wat doen ze dan, hoe vaak pakken ze hun smartphone, hoe lang kijken ze daar dan op, et cetera, et cetera. Dus technologie krijgt ogen om te zien. En dan zien we hier een recommendation, hè? Dus dit is een Renault en uiteindelijk heeft een camera geregistreerd dat dit een Renault is en die doet op het juiste moment, op de juiste plaats, in de juiste context een advertentie laten zien. Technologie krijgt ogen om te zien, ook op het gebied van gezichtsherkenning. Wie van jullie heeft een iPhone? Even handen omhoog. Wie van jullie heeft een iPhone? Even handen omhoog. Gewoon echt even handen omhoog. Ik weet je, het is na de lunch, weet je wel, ik weet het wel. Kom op, oké, goed. Het is wel grappig, je kunt altijd zien als je bij marketeers bent dat ze altijd iPhone hebben. Ik sprak een tijdje geleden op een ICT-congres voor developers, van studenten. En toen waren echt 6% of zo had iPhone. Dat is wel weer een andere verhouding. Dan weet je ook, als je iPhone gebruikt, hè, dus dat die automatisch die mapjes maakt. En dan deelt hij precies in wie daarop staat. En als je dat bekijkt, is dat griezelig goed. Weet je wel? Ik heb een zoontje van 9 en die voetbalt dan bij Lycurgus in Groningen. En ik had een foto gemaakt van hoe dat team aan het voetballen was. En toen had hij echt heel creepy van kinderen op de achtergrond had hij ook in een mapje geplaatst. Weet je wel? Nou, dat vind ik dan best wel een beetje spooky. En gezichtsherkenning wordt steeds meer gebruikt voor andere toepassingen. Dit is trouwens in Shanghai een lucht. Ze willen lost passengers willen ze opsporen. Dus stel je voor, je zit te wachten, weet je wel, op één iemand. Die is een lege plek. Die is, en dan willen ze gezichtsherkenningstechnologie op de luchthaven, zodat ze kunnen bepalen die ene meneer of die mevrouw. Weet je wel. En maar wat. Ik zeg. Its facial recognition platform is capable of identifying more than 800 billion faces in less than 3 seconds. Nou, dat vind ik griezelig. Ik zie een aantal mensen heel stoïcijns zijn kijken, maar dit vind ik zoveel in zo'n korte tijd. Maar gezichtsherkenningstechnologie wordt steeds beter. Hè? Dus wat ook steeds, je kunt ook steeds meer betalen met je gezicht. Dus gezicht als biometrisch identificatiemiddel wordt steeds meer normaal. De vraag is of we het moeten willen, maar het kan. Maar ook het bepalen van emoties wordt ook steeds beter bij dit soort kunstmatig intelligente systemen. En dat is helemaal niet zo heel gek. Hè? Dit is eigenlijk een heel makkelijk voorbeeld. Hè? Dus onderzoekers, ik ben even kwijt van welke universiteit, die hebben ontdekt dat het gebruik van welk filter op Instagram iets zegt over je innerlijke gemoedstoestand. En dat als je meer grijs en donker gebruikt, dat dat iets zegt over gewoon hoe je in je vel zit. En dat is natuurlijk ook logisch, weet je, dat is helemaal niet zo heel gek. Dit is een patent van Facebook voor emotional recognition, een patent. Ze willen ontdekken hoe jij je voelt van binnen op basis van wat je typt, hoe snel je dat typt en de druk die je uitoefent op een toetsenbord terwijl je het typt. Wil Facebook weten, ja, maar hoe voel je je dan van binnen? He, dat als je iets gestrest overkomt, dat je iets ziet over een cursus yoga bijvoorbeeld. Ja, ik zie een aantal mensen echt vol ongeloof, maar het is helemaal niet zo heel gek natuurlijk. Hè. Dit is eigenlijk al een oude sheet, hè. Die is van 2,5 jaar geleden, die is echt een oude sheet. Facebook weet wanneer je verkering hebt, nog voordat je dat handmatig aangeeft op Facebook zelf. Nou, dan mag ik hoop toch dat ik helemaal niemand hiermee jullie verbaas dat dat zo is. Dat is natuurlijk logisch, hè? Want het zijn altijd dezelfde stappen die mensen ondernemen als ze verkering met ze. Je ontmoet elkaar in de kroeg, je wordt eerst vrienden op Facebook, vervolgens ga je elkaars berichten liken, vervolgens ga je comments achterlaten, vervolgens ga je door naar Facebook Messenger. Zijn we er nog? Zijn we er nog? En dan gebeurt er een hele tijd niks. Nee, dan zie je elkaar. Oh, sorry, ik was één stap vergeten. Voor die messenger zegt nog dat je elkaar tagt in foto's. En dan ga je over naar messenger en dan zit daar iemand in Cupertino. Die zit al van, nou, zal ik zelf aanklikken dat deze twee mensen verkering hebben? Of zal ik wachten tot dat? Nee, maar het is geen rocket science. Het is niks anders. Ik heb mijn vrouw 17 jaar geleden ontmoet. Dat was niet, dat ging ook, ja, je had geen Facebook, maar dan ging je dan per sms. Er zit een soort logica aan, weet je wel, een soort. Dat zit erachter. En als 1,9 miljard mensen zo gebruiken nu Facebook, ja, dan kun je ook op een bepaald moment, als je dat tientallen miljoenen keren het knopje is ingeklikt, kun je terugrekenen. Maar wat gebeurde er dan voor die tijd? En is dit dan een mooi moment om een advertentie te laten zien voor een prachtige reis naar Venetië, de stad van de liefde?
Zo makkelijk is het. En Uber, die kan ook van alles met de data, bijvoorbeeld bepalen in welke wijk de meeste one-night stands zijn geweest. Ik had hetzelfde verhaal, hetzelfde voorbeeld als Skip. Mijn iPhone weet natuurlijk dat ik in de kroeg ben. En ik hang altijd met rechts op de bar. Zeker als ik meer dan 6 heb gehad, moet ik hangen. Ik ben niet zo'n keiharde panter, zeg maar. Ik ben niet iemand die na 12 nog rechtop staat. Maar die weet natuurlijk precies door je app was hoeveel je er dan wegtikt in totaal. Maar ook aan de buitenkant, hè. Ook aan de buitenkant, gezichtsherkenningstechnologie. Ik was vorig jaar op World AI Congress. En er waren een aantal demo's. Ik dacht, ja, het is wel goed, maar het is niet perfect. Maar in de afgelopen 2-3 maanden zie ik steeds meer demo's voorbij komen van facial recognition technology. Hè, die op basis van je gezichtsuitdrukking bepaalt hoe jij je dan voelt van binnen. En de echte hardcore marketeer wil natuurlijk weten, hoe voelt mijn klant zich van binnen? Dit is Walmart, hè? Walmart gaat software gebruiken om unhappy shoppers te lokaliseren. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ik bedoel, even los van ethiek, hè? Want dat zweeft natuurlijk boven deze materie. Maar stel nou, je hebt Walmart en je denkt, oh, weet je, iemand krijgt een signaal. Daar loopt een meneer, die kijkt een beetje somber, dat je er even iemand op vaart. Kunt u het vinden? Nee, ik kijk altijd chagrijnig, zeg je dan. Dus technologie wordt steeds beter in het bepalen van onze emoties. Want er is nou eenmaal heel veel data, dat kan gelabeld worden. En steeds beter bepaald worden hoe wij ons voelen van binnen. Dit is Affectiva. Die maakt software voor smartphone, voor appmakers. Zodat je via de camera kunt zien hoe iemand zich voelt terwijl die interacteert met de app. En, dit is een Israëlisch bedrijf trouwens, ook niet voor niks. En als je denkt, dit is ver van mijn bedshow, dit is gewoon een jaar geleden Utrecht, hè? Dit is een jaar geleden, 5 september. Dit is een jaar geleden. Hè, dus reclamezuilen, die meten hoeveel mensen er langslopen. Wat de geschatte leeftijd is, wat de etniciteit is, wat het geslacht is. Wat de mogelijke gemoedstoestand en hoe lang iemand kijkt naar deze advertentie. Dus dit is niet, weet je, ik doe geen Black Mirror-achtige dingen. Dit is gewoon de realiteit. En laat het gewoon over aan de hardcore marketeer om hier vingerlikkend bij te kijken. Te zeggen, oei, 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 dat is lekker. Hé, hey, kan ik gewoon zien hoe lang mensen. Hé, hey, en die ene meneer heeft een Tommy Hilfiger. Want die kun je ook in trainen. Ja, die krijgt niet die vakantie naar de Beekse Bergen te zien, maar naar Ibiza. Of dat weekje wintersport van €320 per persoon voor een appartement. Nee, maar je snapt wat ik bedoel, hè? Dus technologie krijgt ogen om te zien, 24 uur per dag, 7 dagen per week, steeds meer bepalen hoe wij ons ook voelen van binnen. En dat niet alleen, ook op basis van stemherkenning. Hè? Dus, en dat is ook logisch, er is ook heel veel data, gesproken woord, dus kunnen steeds beter bepalen hoe wij ons voelen. Dit is Beyond Verbal, ook een Israëlisch bedrijf, ook niet zo heel gek. Hoe wij ons voelen van binnen op basis van stem. Google maar even naar Beyond Verbal. Je ziet allerlei demo's voorbij komen. Dit is Cogito, is een customer service company. Die analyseert terwijl er gesproken wordt onderling. Wat de stem is van de klantenservice medewerker. En wat de stem is van de klant. En welke gemoedstoestand men daar kan ontlenen. Echt, wat ik nu zeg is niet gelogen. Hè. Je denkt misschien, die jongen die is niet helemaal fit. Maar als zeg maar, dus de customer service medewerker, zijn trouwens altijd knappe vrouwen. Hè. Als je gaat zoeken op internet, customer service employees, zijn altijd knappe vrouwen. Zo, ik kom wel eens daar, weet je wel. Ik bedoel, ik herken dat niet gelijk vanaf het internet, zeg maar. Maar goed, waar was ik gebleven? Als de klantenservice medewerker vermoeid klinkt, krijgt hij of zij een afbeelding van een kopje koffie te zien. Als de stem van de klant geïrriteerd klinkt, krijgt de medewerker adviezen in het scherm hoe om te gaan met geïrriteerde mensen. Op basis van de stem die geanalyseerd wordt in real time en de daaruit afgeleide emotie. En ergens, als we weer helemaal andere kant gaan staan, is dat niet zo gek. Want je wil gewoon, als ik naar Guapa toe bel, dan wil je gewoon, tenminste dat hoop ik, dat als ik neerleg, dat ik gewoon een tof gevoel heb. Dat ik denk, hé, maar daar ben ik goed geholpen.
En waarom zou je software niet laten ondersteunen? Weet je, we vinden het heel normaal als een mens dat doet, hè, bij een klantenservice coach, of ik weet niet hoe die mensen heten. Maar dat kunnen ook technologie. Sollicitaties, hè, dus er zijn echt honderden startups zijn dit aan het uitwerken. Hoe je sollicitaties schaalbaar kunt maken op basis van hoe iemands stem klinkt, wat iemands gemoedstoestand is en wat iemand zegt van spraak naar tekst technologie. De sollicitaties worden schaalbaar afgenomen met een app. Dus als je bijvoorbeeld gaat solliciteren over 5 jaar bij Shell of Unilever, dan moet je een app downloaden, dan ga je een heleboel vragen en dan het AI-systeem selecteert automatisch voor de HR-medewerker de potentieel beste kandidaten. Schaalbare technologie. Dat niet alleen, even over analyseren van stem. Bij MIT zijn ze nu aan het onderzoeken, kun je psychisch lijden herleiden op basis van stemanalyse. He, dus het blijkt dat mensen die posttraumatische stress hebben, wereldwijd op eenzelfde soort manier, niet hoorbaar voor wij mensen, hun stem gebruiken. En het blijkt bij Parkinson blijkt dat hetzelfde te zijn. En dit zit nog in de pilotfase. Maar je kunt meedoen als je naar Parkinson's Voice Initiative gaat. Dan kun je, ook als je dus gezond bent, kun je je stem... krijg je een aantal oefeningen die je moet doen. Je moet bijvoorbeeld heel lang de moet je bijvoorbeeld zeggen. En die data wordt gebruikt om te kijken, kunnen we dan bepalen dat iemand de symptomen heeft van Parkinson puur op basis van iemands stem. Dus dat komt steeds dichterbij. Dus technologie komt steeds dichter bij ons in de buurt. Wil je trouwens, heb je zin om een start-up te gaan maken, als die er al niet zijn? Ik denk dat de volgende generatie van dating apps is dat je op basis van gezichtsherkenningstechnologie dat je, en stem, dat de systemen gaan kijken, wat past daar bij elkaar. Dus niet eens zozeer of je nou een hele coole foto hebt, maar gewoon wat voor soort stem je hebt, of die rustig is, of je vaak goed in je vel zit, op wat moment dan. Dus de volgende match op basis van dating apps zal worden biometrische kenmerken. Wie herkent trouwens deze foto? Even hand omhoog. Wie herkent deze foto? Ja, okay. Dan weet je ook wel waar het naartoe gaat, zeg maar. Okay. Ik voorspel dan ook over een paar jaar dat bij grotere corporates dat zij in de webcam van desktop of laptop software installeren waarbij zij met toestemming van de medewerker analyseren hoe zit deze persoon in zijn vel. Zijn er potentieel klachten voor burn-out? En kunnen wij middels software tegen iemand zeggen van hey, je ziet er wat gestrest uit. Je ziet er wat gestrest uit. Het is goed dat je even een stukje gaat lopen of dat je even de benen gaat strekken. Met alles met als doelstelling om de burn-out rate bij bedrijven te verkleinen. Dus technologie snapt steeds beter wie wij zijn, wat we doen, waarom we dat dan doen. En die snapt ook steeds beter hoe wij in ons vel zitten. Ik zie een aantal mensen, ik zag 2 mensen met een enorme opgetrokken wenkbrauw toen ik dit zei. Maar dat bedrijf Beyond Verbal bijvoorbeeld is dit al als use case aan het uitwerken. Dus dit is niet eens science fiction, dit wordt al uitgewerkt. Sterker nog, een andere start-up is al aan het uitwerken dat je je smartphone in je woonkamer kunt neerleggen. Die analyseert wie er aan het spreken is. En op basis van tone of voice doet hij suggesties hoe je misschien op een andere manier met elkaar kunt omgaan. Dit zegt, ik merk dat als je tegen je zoontje spreekt, dat je altijd wat harder of wat directer spreekt. Misschien kun je daar even op letten. Dus een kunstmatig intelligent systeem die adviezen gaat geven over hoe je met elkaar omgaat. En het zal mij niet verbazen dat het over een paar jaar realiteit is. En dit hoef ik jullie niet te vertellen. Hè? De software wordt steeds beter snapt waar je in de funnel zit, wat je daar doet, wat je belangrijk vindt. We worden als marketeers ook steeds beter in het beïnvloeden van die klant. Een aantal van die trajecten gaan geautomatiseerd. Die recommendations worden steeds beter. Ook dat wordt geautomatiseerd. Als ik contact opneem met de bank en ik wil een nieuwe verzekering, dan wordt uiteindelijk door AI mijn overeenkomsten worden steeds beter gepersonaliseerd. De suggesties voor cadeautjes wie te kopen worden steeds beter door AI-systemen. Dus de personalisatie zal alleen nog maar toenemen. Amazon heeft ook het patent dat ze al een cadeautje naar je toe kunnen sturen zonder dat je zelf weet dat je hem wil hebben. Predictive shipping. Dus dat ze iets naar jou toesturen voordat je weet dat je hem zelf al wil hebben.
Het is een patent, het is nog niet keihard uitgelegd, maar je kunt je wel voorstellen, als zoveel mensen tussen zo en zo'n leeftijd met dat en dat inkomen altijd product X, Y, Z hebben besteld, dan is het ook waarschijnlijk dat huppel de puppel. En als je dat één stapje verder neemt, dan kom je op predictive shipping uit. En technologie zal steeds meer de persoonlijke assistent worden. En spraak en gebaar worden steeds belangrijker. Okay, Helen. Show me geluid. Coffee shops with Wi-Fi. Here are several coffee shops that provide free Wi-Fi. Which ones are within walking distance and are open after 9 p.m. on Sundays? Okay, here are several coffee shops within 1.5 miles sorted by distance that are open after 9 p.m. on Sundays. Show me Asian restaurants within 10 miles that have 4 or more stars with at least 10 reviews and are good for kids. Here are several Asian restaurants with more than 4 stars based on more than 10 reviews within 10 miles that are kid-friendly. Show only those with a patio, exclude Chinese, Japanese, and Vietnamese, and sort by rating. Okay, here are several Asian restaurants sorted by rating that have outdoor seating excluding Chinese restaurants, Japanese restaurants, sushi bars, or Vietnamese restaurants. How much does it cost to Uber to the first one? An UberX can take you from here to the Spice Jar located at 2500 Bryant Street in San Francisco for about $20 to $25 with an active surge multiplier of 2.00. Uber XL, Uber Assist, Uber Select, Uber Black, Uber SUV, and Uber Taxi are also available. Okay, Hound. What's the weather? The weather is 59 degrees and there are clouds and the blue look. Dat principe is bekend, hè? En ik hoop dat voor iedereen die zich actief begeeft in de frontlinie van digital marketing, dat je het op je netvlies hebt dat we steeds meer gaan werken met digitale assistenten. En de denkfout die ik heel vaak tegenkom, is dat mensen kijken in de achteruitkijkspiegel. Hè, dus dat ze denken, ja, de kwaliteit van dat soort digital assistants, chatbots is nog niet goed genoeg, dus zo'n vaat zal dat niet lopen. Maar er komt een moment dat het dan ineens wel heel erg snel gaat. Omdat die systemen. Bij Amazon werken 5000 mensen aan Alexa software. En je hoort in die stem van de Hound Assistant, hè, die is nog een beetje blikkerig. Maar als je al de volgende generatie neemt, dit is van Google Wave Assistant. The Blue Lagoon is a 1980 American romance adventure film. The Blue Lagoon is a 1980 American romance adventure film. Dus dit is een computer, hè? The Blue Lagoon is a 1980 American romance adventure film. The Blue Lagoon is a 1980 American romance. Dus je hoort al geen verschil meer in de menselijke stem en computerstem. Alexa, how tall is Abraham Lincoln? Abraham Lincoln's height is 6 feet and 4 inches. Alexa, where's Mount Rushmore? The Black Hills region of South Dakota. Alexa, when is dit principe ken je wel, Amazon Alexa. Wie kent het helemaal niet? Even hand omhoog. Eén iemand, oké. Okay. Wat dapper hoor, dat je hand opsteekt. Ik doe meestal dat ik heel snel kijk of iemand dan, en dan doe ik zo. Hè, dus de slimme praatpaal noemen ze het ook wel. Hè? Dus de slimme speaker, vragen stellen, planning, et cetera. Wordt steeds beter, 5000 mensen. Dit was het best verkochte product van Amazon in december. Het best verkochte product van Amazon in december. Van Amazon in december. Ja, jullie zijn wel koelbloedig, vind ik hoor. Jullie kijken van vrij weinig nog op. Nee, maar snap je dat? Dus dit is geen futuristisch gewauwel. Dit is gewoon wat er aan de gang is. Je hebt nu ook Alexa for Business. Alexa, please order me some printing paper. Alexa, please schedule a maintenance for the vending machine. Alexa, is there still room in the conference room from 2 o'clock till 3 o'clock? Dus die digitale assistent, die komt er. En het leuke is, wie van jullie kent dat filmpje nog, hè, van mobiele telefoon 1998 van Frans Bromet? Weet je, ga ik ook niet laten zien, hebben we te vaak gezien. Maar die digital assistant is het mobiele telefoon 1998 moment. Dat jullie allemaal denken, ja, maar zo'n ding ga ik echt niet in mijn huis zetten. Waarom zou ik dat doen? Wat gaat zo'n systeem mij dan geven dat ik dat doe? Ah nee, is me veel te eng om zo'n ding in mijn huis. Zo, oké. Okay. Nou, dat wordt opgenomen en over zoveel jaar dan doen we steekproef en dan kunnen we op dit moment de slide van nu.nl van meer dan 25% van de Nederlanders heeft nu digitale assistent thuis. Nou, mooi. Knip.
Google Home is in hotels, hè? Can you contact room service, please? Which restaurants are nearby, et cetera, et cetera. Het tijdperk van de digitale assistent. En dat gaat natuurlijk ook op het moment dat we meer via voice doen, wordt het natuurlijk minder via search. En daarom zit Google er ook zo hard op met een Google Home. Die zijn veel te bang dat die digital assistants iets afnemen van hun zoekmachine marketing aandeel. En wat voor jullie belangrijk is, is om na te denken, ook voor jullie klanten, welke skill ga ik implementeren op Alexa, zodat op het moment dat iemand van mijn klanten roept van, of dat je roept van, hey, ik wil graag pizza, dat je wel zeker weet dat jouw klant op nummer 1 komt te staan in de suggesties. Dus uiteindelijk zal het verdienmodel van zo'n systeem ook zijn dat je moet gaan bieden in een soort AdWords-achtig systeem om jouw pizza-suggestie bovenaan te krijgen. Of dat niet alleen, maar als je heel veel geld biedt, dat zo'n systeem dan zegt, oké, ik bestel pizza voor je. Weet je wel? Dus er komt een soort veilingssysteem aan de achterkant waarin je kunt bieden op vraag die klanten hebben. Oké, even Google Duplex. De Google Assistant die een telefoontje pleegt naar een kapsalon. Wie van jullie heeft dat nog niet gezien? Even handen omhoog. Was die vanmorgen? Oké, maar toch steken mensen hun handen omhoog. Vind ik dan toch, of die hebben zitten snurken. Nee, maar laat ik hem niet zien. Weet je, dan bespaar ik gewoon ons allemaal enorm veel tijd. Het interessante is natuurlijk uiteindelijk, hè, dat die ook te implementeren valt. Narrow domain overigens. Hè, dus hele specifieke taakjes. Kan de Volkskrant hem gebruiken om achter mensen aan te bellen. Wilt u een proefabonnement? Want dat is een redelijk gestandardiseerd. Er komt een schaalbare vorm van een digitale assistent die op heel narrow domain achter je klanten aan kunt bellen. Het probleem alleen, maar dat proef je er overal wel tussendoor, is dat je, maar wat is nog de realiteit, hè? Als stemmen, bellende assistenten, gezichtsmorphings, technologieën, realiteit wordt. Wat is dan nog de daadwerkelijke realiteit, hè? Deepfake. Dus dit is technologie. Deze man is overigens cool, hè? Hij ziet er gewoon zo uit zoals hij is. Chill. Maar wat is deepfake technology? Of is dat vanmorgen ook al behandeld? Nee, oké, geruststellend. Deepfake technology is dat je plukt een foto van iemand van het internet en die plak je dan op bewegende videobeelden. He, dus je kunt er gewoon halen van LinkedIn een foto, bijvoorbeeld van Dominique, pak je gewoon van, en die plak ik dan op een of andere ranzige video. Die stuur ik dan naar al zijn familie. Nee, niet echt. Maar het is wel interessant. Dus wat je rechts in dit filmpje ziet, is Nicolas Cage. Dus hier zie je de mevrouw en hier zie je Nicolas Cage. Snap je? Maar we zijn dus. Mag ik geluid? Geluid? Alec Baldwin, hè? Het is Alec Baldwin. They took my microphone to Kenya and they broke it and now it's broken. It is software. And you hear that? It's picking up somebody sniffing here. En dus we kunnen niet meer, net zoals de tijd van Photoshop, dat we naar een foto kijken en niet zeker weten of die gemanipuleerd is. Dat hebben we nu ook met video, deepfake. En dat is nu nog best lastig, weet je wel? Maar uiteindelijk wordt het zo makkelijk als het internetbankieren. Face swapping technology. Especially our friends who are lesbian, gay, bisexual, or transgender. Dit is nep. Dit is niet. I visited with the families of many of the victims Obama on Thursday, and one thing I told them is that they're not alone. The American people and people all over the world are standing with them, and we always will. The investigation is ongoing, but we know that the. Die meneer rechts is. Ik zie een aantal mensen echt keihard koelbloedig. Toen ik dit voor de eerste keer zag, ging gewoon kapot van de schrik. Dus het tijdperk is aangebroken dat we onze ogen niet meer kunnen vertrouwen. Dan zou je kunnen denken, ja, maar dat kan misschien met stem nog wel. Maar ook dat niet. Dit is trouwens Nvidia. Nvidia is een hardwaremaker. Heel erg druk aan slag met kunstmatige intelligentie. Wat bieden zij aan? Dit zijn allemaal celebrities die nooit eerder bestaan hebben. Dit zijn mensen die hebben nooit eerder bestaan. Dit is gecreëerd door een AI. Dus waar je nu AI subject lines kunt laten maken en testen, kun je vervolgens ook zeggen, dan zeg je, oké, ik ben van Enexis en deze mevrouw willen wij bijvoorbeeld als onze digital assistant op de werkvloer. Dus het zijn mensen die hebben nooit eerder bestaan. En wat krijg je dan? Opportunity virtual influencers. Dus mensen die nog nooit eerder, sorry, software, ja, modellen, wat zijn dat? Ja, het zijn natuurlijk geen mensen. Virtual influencers, niet bestaande influencers. Nou, dit geval op Instagram, Lil Miquela. 1,1 miljoen volgers. Ja, wie van jullie heeft 1,1 miljoen volgers? Ja, dat vind ik stoer.
1,1. Dus de wereld van virtual influencers. Dus het wordt straks makkelijk om op een schaalbare manier mensen te maken die niet bestaan en die toch van invloed. Dus die Lil Michaela die heeft met allerlei sportbrands gewoon dikke, vette contracten gewoon. Ik wist het wel als ik in jullie schoenen stond. Maar dat is natuurlijk de vraag, what's real? Hè? Lyrebird, een bekend voorbeeld. Je hebt 1 minuut audio nodig en dan kun je iemands stem nabootsen. Nog niet perfect. Nog niet perfect, maar wordt steeds beter. Dus ook onze stem is niet meer het domein van wie? Van. Dit is Custom Voice van Microsoft Cognitive Services. Daar kun je trainingsdata gebruiken van iemands stem. En die kun je integreren in je Cognitive Services. Hè? Cognitive Services is ook waar onder andere Cortana Assistant en dat soort digital assistants zitten. Dus dan kun je bijvoorbeeld de stem van René Vroeger gebruiken. En dan kun je je digital assistant de stem meegeven van René Vroeger. Als je dat al zou willen. Nee, maar snap je wat ik bedoel? En dit werkt natuurlijk nog niet, van het systeem werkt nog niet op het Nederlands, weet je. Maar die Google Home die komt in Nederlands op de markt, weet je. Dus dit is allemaal toekomst, dit is ook een grapje. Maar snap je wat ik bedoel? Je kunt met trainingsdata kun je dus een stem klonen en daar iets mee doen. Dus stel nou bijvoorbeeld Guapa, degene die financieel verantwoordelijk is bij Guapa. Ik maak een nep voicemail met de stem van Matthijs. Die bel ik dan naar, naar de voicemail van zijn financieel verantwoordelijke. En vervolgens, ja, maak even zoveel duizend euro over naar dat bankrekeningnummer, et cetera. Dus die stem kan niet meer vertrouwd worden. De stem kan gekloond worden. Nog weer een concept van de toekomst, jongelui. Nee, maar ik geef ze aan jullie allemaal gratis. Hè? Jullie zijn echt, je krijgt ze allemaal gratis, werk ze maar uit. Maar dit zijn de business models van de toekomst. Dat je dus de stem van een bekende Nederlander laat toepassen om je een boek te laten voorlezen. Of de handleiding van je bedrijf te laten voorlezen door, nou, Wendy van Dijken bijvoorbeeld, stem genoeg, laat maar trainen. Als je een bureau zou hebben, dat is ook interessant. Dan kun je gewoon een haak je allemaal bekende Nederlanders aan en zeg je, hey, laat mij jouw stem klonen met software en vervolgens kunnen bedrijven daar gebruik van maken. He, dus dan kom je op iemands website en dan spreekt bijvoorbeeld de stem van Arie Boomsma jou toe. Ik zie alle vrouwen gelijk een beetje actiever gaan zitten. Hoe ziet dat er dan uit, die wereld van die digital assistant? Dus dan vraag je aan je Google Home. Nee, maar het is nu even opletten, jongelui. Het is nu echt even opletten. Je vraagt aan die Google Home, hey, wat is het recept voor lasagne? En die zegt van, nou, dat en dat en dat. Zal ik een aantal van die ingrediënten in je winkelmandje leggen? Of zal ik ze naar je toe sturen? Zal ik ze alvast jouw kant op sturen? Nou, helemaal dikke prima. En s'avonds ben je die bezig met die lasagne maken. En dan vraagt die Google Assistant, hey, hoe is je aankoop bevallen? Heb je nog iets nodig? En terwijl je erover vertelt, analyseert dat systeem wat je gevoel is bij dat specifieke product. Dus je krijgt niet alleen van spraak naar tekst, maar je krijgt ook een soort indicator of de klant blij, bedroefd of boos is. Of je bestelt iets bij Coolblue en je kunt dan via je skill kun je bij de volgende bestelling de klant laten uitvragen. Hoe is je vorige bestelling verlopen? Was je tevreden, die ja of nee? Alexa wordt steeds beter in het herkennen wat de gemoedstoestand is van de klant. Daar wordt het systeem namelijk op getraind. Dus begrijpen was 1, gemoedstoestand is 2. Omdat ze willen dat het seamless wordt hoe je de interactie aangaat met dat systeem. Face. It's our primary means of communication. Yeah. But it's been untapped in terms of it. En als je denkt dat dit soort systemen alleen aan de buitenkant het doen. Er zijn al New Zealand Airlines bijvoorbeeld, heeft gebruikt deze digital employees als klantenservice medewerker. Die beantwoorden, en dat is ook nog niet perfect, maar die beantwoorden de veelgestelde vragen. Dus over een paar jaar ga je naar een grote corporate, je logt daarin in de website, daar is een avatar. En die, ja, op mijn part mag je zelf kiezen hoe die eruit ziet. Die beantwoorden veelgestelde vragen. 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
Dus als marketeer krijg je de komende jaren nog meer data. En die data is nog dichter bij de mens. En je kunt nog makkelijker, hè, nu kun je subject lines kun je bijvoorbeeld laten maken. Maar je kunt ook virtual influencers. Of je kunt content laten maken. En dat werkt nu nog allemaal heel gebrekkig. Maar dat wordt natuurlijk na verloop van tijd steeds beter. Hè? De eerste smartphone, de eerste mobiele telefoon was ook crappy. Maar dat wordt ook steeds beter. Maar ik doe een heel duidelijk appel op jullie moreel kompas. Met name de marketeers in de zaal. Is dat je moet nadenken, goh, wat wil ik dan eigenlijk? En wat vind ik netjes? En net zoals zo'n digital advertising dashboard of zo'n billboard, hè, die dan scant wie loopt daar dan langs en op basis daarvan specifieke advertenties laat zien. Dat is natuurlijk best fancy en die conversie zal veel hoger zijn dan normaal. Maar je moet je wel nadenken, hè, wat wil ik daar dan mee? Of wat vind ik dan nog acceptabel? Wat zegt eigenlijk mijn kompas? Waar wil ik aan bijdragen? En natuurlijk is het verleidelijk om steeds na te denken, goh, wat is die conversie en hoe pak ik dat? Maar je kunt ook naar, want de komende jaren jullie kant heel veel softwarebedrijven op die zeggen, oh man, jullie hebben een grote winkelcentrum. Nou, hier heb ik echt een tool die kan dit of dit of dat. Jullie gaan de komende 5 jaar overspoeld worden met softwareleveranciers met een of andere AI feature. En aan jullie de vraag vervolgens, wat doe ik daarmee? En ik hoop dat Gary Vaynerchuk ongelijk heeft. Maar die roept altijd, why marketers ruin everything? En dat is dus de vraag aan jullie. Bedankt voor je tijd en aandacht. Ik geloof ook dat ik mijn eigen vragen mag doen, hè? Of hebben we een virtuele dagvoorzitter? Nee, toch? We hebben nog tijd voor 2 vragen. Wie, oh wie? Ja, die mevrouw, jonge dame. De vraag is welke bronnen ik gebruik. Nou, ik lees heel veel verschillende boeken, altijd Engelstalig, zeg maar. Dus dat doe ik heel veel. Ik zoek op onderwerpen die ik interessant vind, zoek ik op YouTube en dan op congressen. Dus ik bezoek virtueel heel veel internationale congressen. Ik kijk ze gewoon op YouTube en dan of ik log gewoon live in. Ik heb op Blendl zoekopdrachten lopen rondom bijvoorbeeld Artificial. Dus als internationale pers, dan komt dat in mijn inbox. Ik heb Google Alerts. Je hebt Google News, hè, als tabblad. Dan kun je alerts op instellen op het moment dat dat dan voorbij komt. Dus 1 keer per dag volg ik dat. En ik heb hele specifieke lijsten op Twitter van mensen die ik volg rondom een bepaalde deskundigheid. Ja. Oké. Okay. Iemand nog een vraag? Als je kijkt wat er ook net gebeurd is met Facebook, hoe kun je als consument dit overleven? Wat je nu zit te vertellen, hè, we zitten allemaal oh en hard te denken en te roepen. En ik zit me constant te denken, wat heeft dat voor gevolg voor mij als marketeer, maar ook als persoon? Nou ja, kijk, weet je wat het is? Je moet proberen in je eigen micro-universum daar steeds iets aan te doen. Of dat steeds. Dus kijk, op het gebied van je professie is dat helder. Dus de komende jaren gaan overal mensen met allerlei shiny nieuwe dingen komen. Van je denkt, oké, weet je wel, wil ik dat wel? Maar ik was bij afgelopen donderdag bijvoorbeeld, was er een sessie in het Koninklijk Paleis met die meneer van Google DeepMind. Nou, dan doe ik bijvoorbeeld heel erg mijn best om een hele kritische vraag te stellen over implementatie van die technologie. Snap je wat ik bedoel? Dus ik probeer het meer op microniveau. Probeer ik daar mensen wat van bewust te maken van wat daarin gebeurt. En ik zeg het niet, je moet alleen maar kritisch zijn, maar we moeten. Hè, dus ik denk dat heel veel van deze technologie, dat er superveel goede bedoelingen, dus al die start-ups, al die bedrijven, al die zijn allemaal met de beste bedoelingen maken ze iets. Maar soms hoef je maar 1 ding te veranderen en dan pakt dat verkeerd uit. En ik vind dat daarover nagedacht moet worden. Maar ik heb verder niet een. Kijk, ja, je moet gewoon heel goed opletten wat je gebruikt. En het is ook goed om je. Want bijvoorbeeld die Dynamic Advertising Billboard, die werd afgesloten. Niet omdat het juridisch niet mocht, maar omdat mensen op Twitter allemaal vragen gingen stellen van, hé, wat is dit eigenlijk? Weet je, kan dit zomaar? Ik denk dat hij inmiddels weer draait, hoor. Maar goed, en de laatste vraag daarachter nog. Oké, de vraag is al beantwoord. Goed. Hebben we nog tijd voor 1 of niet? Of zijn er überhaupt geen vragen? 1 maal.
die jonge man. De vraag is of ik thuis dat soort technologieën toepas. Ja, dus ik heb bijvoorbeeld een Alexa en ik heb Google Home. Nou, Alexa is supergoed in het beantwoorden van feiten, zeg maar. Ik heb heel veel Google-diensten, dus die integreer ik met mijn Google Home. Ik zal je wel heel eerlijk zeggen, ik heb dat soort systemen... Nou, vorige week stond er namelijk een nieuwsbericht in de Washington Post... over dat Alexa stond in een woonkamer... en die had steeds bepaalde commando's verkeerd opgepikt... waardoor een opname van de conversatie tussen twee mensen... per abuis naar iemand anders was gestuurd. Dus, do you want to record this message? En toen had het systeem opgevangen, yes... shall I send this message? En toen had het systeem opgevangen. Yes. Weet je, en toen was een gedeelte van de conversatie tussen man en vrouw... overigens over hardhouten vloeren, dus niet eens super interessant. Behalve als je een webshop hebt met hardhouten vloeren. Nee, maar zonder gekheid, die was verzonden. Dus sindsdien tik ik vaker eens die mute-knop. En nou, als je mijn nieuwsbrief, ik weet niet of mensen zijn die mijn nieuwsbrief lezen... probeer ik ook te doorgronden van, maar wat registreert dat systeem dan? He, dus dat vind ik nog wel een spannend iets. Kijk, ik ken heel veel hackers. En ik ken relatief veel hackers die ook zo'n Alexa thuis hebben. Dus ik dacht, nou, als zij het al hebben, dan moet het goed komen. Maar dat blijkt dus misschien anders te zijn. Oké. Nogmaals bedankt voor jullie tijd, mensen.